Yo mensen, welkom. Het is hier Tom aka Killeborsten met vandaag een request video van mijn goede vriend Freddy. Freddy liet mij weten omdat ik gisteren toevallig Medium Clue Scrolls heb gestreamd. En hij ook into Clue Scrolls is eigenlijk op het moment dat er niet echt een efficient guide op YouTube staat. Met een beetje tips en tricks en uitleg en toestanden. Dus dat is eigenlijk waar dat deze video over gaat gaan. Deze video gaat gaan over Clue Scrolls, wat dat de beste manier is voor Clue Scrolls, hoe dat je ze het best doet, etc, etc. Dus het eerste wat ik u aanraad is gewoon de Runelite app installeren. Dat is sowieso al gewoon het eerste wat je moet doen. Runelite heeft heel handige plugins wat kunnen werken voor u en dingen doen. Nu, het eerste wat je zou doen is op Runelite rechts van boven uw sidebar open doen. Dan naar dat sleuteltje rechts van boven gaan. Dan configurations, beter gezegd. En dan clue intypen. En dan gaan we zien dat daar drie dingen dus staan. Er staan 1, de clue juggle timers, clue scroll zelf en de puzzle solvers. Nu, medium clue scrolls hebben geen puzzels. Maar voor hard elite en master clue scrolls heb dat wel. Dus al die drie, beter gezegd, plugins. Turn die on. Dat is eigenlijk gewoon het eerste wat je moet doen. Dat gaat u helpen. Ik ga u straks laten zien. Ik ga 1 medium clue scrolletje doen. En dan ga ik u laten zien wat dat die plugins eigenlijk exact allemaal doen. Nu, je kunt veel dingen doen voor medium clue scrolls te krijgen. Je kunt PVM'en, bepaalde monsters droppen, clue scrolls. Maar eigenlijk de meta om clue scrolls te krijgen, dat is nog altijd door Eclectic Implings. Nu, Eclectic Implings, dat kost wel wat geld, dat is niet voor niks. Eclectic Implings kun je zelf vangen in Puro Puro als je een Iron Man bent. Maar als je een main bent, en nogmaals, dit is een max guide voor clue scrolls te doen. Dus wij kopen gewoon onze Implings, want dan moeten we ze niet vangen. We verspillen geen tijd, we geven liever wat geld uit voor Implings, voor gewoon snelle clues te hebben. Dat is wat het is. Dus zoals je ziet, is een Eclectic Impling kost 1200 GP voor eentje. En, nee, what the fuck, 5 of 6k voor 1. En je moet weten dat de drop rate van een clue scroll te krijgen op een Eclectic Impling 1 op 25 is. Dat is de beste rate om clue scrolls te krijgen. Nu, ik ga eerst nu gewoon eentje laten zien. Dus hetgeen dat ik altijd doe als ik clue scrolls doe, is ik druk hier op mijn X. En dan kun je een custom quantity zetten. Dus je zet letterlijk hoeveel dat je zelf in. Nu, wat ik meestal doe is gewoon 12. Als ik dan gewoon op X druk, kan ik gewoon direct met een linkermuisklik 12 doen. En dat geeft mij 12 in mijn inventory. Nu, waarom doe ik dat op deze manier? En niet als heel mijn gear in mijn inventory staat. Omdat ik dan veel minder clue scrolls kan hebben in mijn inventory. En ook gewoon om het feit... hoe moet ik het zeggen? Dat ik niet altijd gewoon alles moet liggen in mijn bank doen. Dat ik gewoon altijd deposit inventory kan doen. En heel mijn inventory wordt teruggestort. Nu, je moet weten, clue scrolls, eclectic implings, alle implings eigenlijk. Maar eclectic implings ook, die geven niet alleen clue scrolls. Die geven ook gewoon random items / junk waar dat je niks mee zet. Dus je kunt dat op twee manieren aanpakken. Je kunt oftewel alles individueel liggen droppen in je inventory op de grond, want dat is toch niet veel waard. Of je kunt die dingen gewoon, zoals mij, hier heb ik een junk tapje bijvoorbeeld. Dat zijn alle items wat bijvoorbeeld kan, wat dat die implings kunnen geven. Nu, als ik dan gewoon terug weer clue scrolls geopend heb, alleen mijn implings geopend heb, en ik doe deposit inventory, dan gaat dat ineens al die junk items in mijn bank stoppen. Dat heeft placeholders, dus dat gaat gewoon goed vooruit. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik aanraad. Nu, ik ga nu clue scroll juggling uitleggen. Dus hetgeen dat een tijdje geleden is gebeurd, is we hebben gepolled om meerdere clue scrolls in je inventory te kunnen hebben. Nu, dat is er jammer genoeg niet doorgegaan. Waarom? Snap ik ook niet goed, maar alleszins,
Blue Scrolls kun je in je inventory niet stacken zoals op RuneScape 3, maar je kunt de casket wel stacken, de reward. Dus als je bijvoorbeeld ze niet direct wilt openen, of je wilt een grote casket stack hebben, zodat je ze ineens allemaal kunt openen omdat je dat plezant vindt, zo'n dingen. Nu, je moet weten, met de nieuwe update, Clue Scrolls blijven een uur liggen op de grond. Dus eigenlijk hetgeen wat ik doe, is altijd als ik Clue Scrolls ga doen, ik open Implinks zodat ik 5 clues op de grond heb liggen en dan doe ik ze. Ik weet dat ik sowieso in een uur zeker 5 clues kan doen, dus dat is allemaal het probleem niet. Dus dat is gewoon hetgeen dat ik doe. Dus, ik wil een keer gewoon tonen dat dat kan. Dus ik ga gewoon spam klikken op mijn loot. En je ziet, de 6e impling hebben we al een clue. Nu, we gaan die clue scroll droppen. En zoals je ziet, blijft dat nu gewoon liggen op de grond. En je ziet hier ook in mijn inventory, door die clue juggle timers, dat ik een uur heb voor deze clue scroll. Nu, ik kan zoveel clues op de grond hebben liggen als ik wil. Ik ga dat ook gewoon tonen. Ik ga gewoon blijven spam klikken. Ik ga terug inventory doen. We gaan deze inventory hebben, jammer genoeg, geen clue. En we hebben nu terug een clue. Voilà, dat droppen we. Dat stackt mooi op elkaar. Zoals je hier weer ziet, hebben we nu 2 keer een uur de tijd. Dus dat is het eigenlijk. Nu ga ik een beetje praten over gear, inventory en het spelboek. Dus laat mij eerst gewoon mijn gear pakken en dan praten we er wel gewoon verder over. Stamina hebben we nog nodig, die Airoons hebben we ook nodig. En dit, ja, dat zal het ongeveer zijn. Nu, ik weet, niet iedereen heeft een Max Cape, een Construction Cape, een Diary Cape. Ik zeg het, dit is een high-end guide. Dit is echt voor mensen die, ja, gewoon endgame zijn en echt gewoon collection log slots willen grinden. Dat is volgens mij ook gewoon de enige reden waarom dat je Clue Scrolls zou doen. Gewoon voor de collection log. Want met Clue Scrolls, je gaat niet echt je geld terug hebben wat je erin investeert. Tenzij dat je bijvoorbeeld een keer Ranger Boots krijgt. Ranger Boots zijn wel wat waard. Maar voor de rest zijn de meeste items gewoon junk en je gaat eigenlijk gewoon geld verliezen. Dus als je gewoon een keer een clue krijgt en je doet hem, oké, sure, dan ga je geen geld kwijt geraken, je gaat alleen profitten dan. Maar het ding is, als je implings koopt, gaat je most likely wel gewoon geld verliezen. Jammer genoeg is dat gewoon hoe dat het is. Nu, wat ik recommend is gewoon altijd op de Lunar spelboek te staan. Als je max bent of 96... Magic hebt, dan heb je spellbook swap. En hetgeen dat spellbook swap eigenlijk doet, is heel handig. Je kunt daar casten en dan kan dat al je spellbooks openen voor 2 minuten tijd in game. En dan teleporteert u dat, dan geeft dat alle spellbooks dat er zijn. Dus je hebt normal spellbook, je hebt Ancients, je hebt Lunar, waar dat we eigenlijk al op staan, en je hebt Arceus. Dus dat is het eigenlijk. Hetgeen dat je daarvoor nodig hebt is Astral Runes, Cosmic Runes en Law Runes, wat eigenlijk gewoon in mijn pouch zitten. Dus hetgeen dat ik u aanraad om in uw pouch te hebben zijn Astral, Law, Cosmic en Soul Runes. En in uw inventory nog Air Runes ook, want Air Runes heb je nodig voor normal spelboek, voor naar Verrok te teleporteren, etc, etc. Nu een beetje over de gear. Hetgeen dat ik draag is Kandarin Headgear nummer 4. Dat is een insta-teleport naar Turlock. Dat is dicht tegen Keep Le Fate en zo. Voor de rest draag ik Max Cape, Eternal Glory. En Eternal Glory is eigenlijk basically gewoon een glory met infinite charges. Een Radas Blessing, want we moeten af en toe dicht tegen de Farming Guilds slash in Mount Kalum zijn. We hebben de Graceful Top. We hebben een Mud Battle Staff. We hebben een Tome of Fire voor infinite fire runes. We hebben een Eternal Slayer Ring. Fremenic Boots 4 voor naar Relica te gaan. Barrow Gloves, wat eigenlijk niet echt nodig zijn, maar ja, we kunnen toch maar de slot beter vullen. En Mortenia Legs 4. Dat zijn allemaal dingen die ik draag met allemaal handige teleports naar gewoon dichtstbijzijnde dingen. Nu, wat je zeker mee moet hebben voor elke clue is eigenlijk gewoon een spade. Zonder spade kun je niet diggen en ja, dan kun je geen nieuwe clue krijgen. Voor de rest pak ik ook Dragon Claws mee, omdat er bij
medium clues een paar NPC's zijn dat je moet killen in orde om een key te krijgen om verder te doen. Nu, wat bedoel ik daarmee? Ik heb bijvoorbeeld in Brimhaven een stap waar dat je een pirate moet killen voor een key. En dan ergens een closet in een chest moet gaan opendoen in Brimhaven. Dus ik pak eigenlijk gewoon die Klaus mee, omdat dat gewoon een special is wat gewoon eigenlijk een NPC insta killt. Je stamina potion moet je niet meepakken. Je kunt ook altijd gewoon naar Narda gaan en naar dat altaar voor je run energie te rechargen. Maar ik denk gewoon dat stamina potion de meta is. Nu wat ik nog heb in mijn inventory is een construction cape, een diary cape en een music cape. De music cape teleporteert mij rechtstreeks naar Follow the Bard. Een achievement diary cape teleporteert u naar verschillende plekken in RuneScape. En een construction cape is eigenlijk gewoon een left click naar mijn POH, naar mijn huis dus. Nu, waarom heb ik dat in mijn inventory? Omdat het gemakkelijker is om één left click te doen naar mijn POH in plaats van eerst mijn muis naar equipment te doen, rechtermuis klik max cape en dan naar POH. Dus dit geeft gewoon wat snellere steps. Nu, wat heb ik nog in mijn inventory? Ik heb een Ring of Elements dat teleport ons heel dicht tegen de verschillende obelisks dat er zijn. De meeste obelisk dat je gaat gebruiken is een fire en een water obelisk. Die dingen, de water staat in Lumbridge, de fire staat heel dicht tegen Alkarit PvP Arena. Voor de rest hebben we nog een Xerx Talisman wat ons gewoon naar een koren teleporteert. We hebben een Skull Scepter dat ons instant naar Barbarian Village teleporteert. We hebben een heel handige Master Scrollboek met scrolls daarin dat ons naar verschillende plekken in RuneScape kan teleporteren. We hebben ook een Book of the Dead dat we ook gewoon naar 5 plekken in Corinth heel snel kunnen teleporteren. Wat hebben we nog? We hebben onze Ardunje Max Cape, wat ook gewoon een Ardunje Cape kan zijn. Dat teleporteert mij naar de Monastery in Ardunje en dat teleporteert mij naar de naar het farm bij Ardunje. Dan hebben we nog een desert amulet dat ons teleporteert naar Narda en de Calfight Cave. En voor de rest is dat het een beetje. We hebben nog één ding niet besproken, dat is net nieuw. Like als we hebben net een nieuwe Varla War update gehad. En die Varla update heeft een step in de nieuwe area. En deze pendant komt van die nieuwe Ice Boss Moxie. En als je dat rupt, dan kun je naar verschillende plekken in Varla War. Ik heb er nog maar één unlocked. Ik weet het, ik ben lui. Ik moet de rest ook unlocken. Maar dit is ongeveer waar dat je moet zijn. Nu, ik denk dat ik eigenlijk gewoon alles uitgelegd heb. Dus we gaan gewoon een keer kijken. We gaan gewoon een keer een clue doen. Om het u gewoon te zeggen wat dat we kunnen doen. Nu heb ik nog een heel speciale tip voor u. En ik heb die tip net geleerd van een viewer op mijn Twitch. Dus hetgeen dat we doen bij een clue scroll is we doen altijd read. En dan, zoals je ziet, we krijgen de stap. Maar door die clue scroll plugin op RuneLight krijgen we links van boven ook gewoon de step waar het is. We moeten niks meer opzoeken. Alles komt er gewoon op. Nu, wat ik heb geleerd, is dat je shift-click kunt doen op je dingen. En dan kun je een node zetten. Dus ik weet niet wat het kan zijn voor u. Dat de meta is, maar het is gewoon gemakkelijk om ergens bijvoorbeeld, als je naartoe moet gaan, te zetten bijvoorbeeld Fairy Ring met een code. Dat kan alles zijn, wat het voor u maar gemakkelijker maakt, met een reminder van de clue scroll is daar, ik moet dat doen, dit is de beste manier om naar daar te gaan. Nu, voor de rest, we moeten nu gewoon naar de PvP area, dus we gaan dat doen. Hetgeen dat ik altijd doe is, ik zou inderdaad ook gewoon, omdat we nu naar daar moeten gaan, zou ik ook een Ring of Dueling en een Games Necklace in mijn inventory hebben. Maar die dingen zijn niet eternal en runnen out of charges. Maar het is wel eigenlijk de meta. Dus als je dat echt wil doen, by all means, doe het. Ik gebruik hier gewoon mijn max ornament dingen. We gaan nu gewoon verder met de clue doen. Ik ga er maar eentje doen, gewoon om jullie te laten zien. Dat het wel gewoon gemakkelijk is met heel die RuneLight plugins en toestanden. Voor de rest, ik denk dat je ongeveer, als je een beetje efficiënt bent en weet wat je doet en de steps een beetje uit je hoofd kent, dat je zeker 20 clue scrolls per uur kunt doen, misschien zelfs 30. Het is te zien hoe snel dat je er natuurlijk zelf mee bezig bent. Tweede step,
En alweer, het komt hier linksop, Entrance of Brimhaven Dungeon. Dan is het beste POH van mijn Maxcape en we gaan naar Brimhaven gaan. Ja, voor de rest hebben we ook nog in ons inventory een Royal Seedpot om naar de Tree Gnome Stronghold te gaan. We hebben rope in onze inventory, want er is één aan Bartoxian Falls waar je dat voor nodig hebt. En we hebben die Steel Key Ring mee, waar dat je wacht. Zo, welke key is het? Het is de Crystal Mind Key dat je eigenlijk nodig moet hebben. Er is een step in de desert van Alkarit waar dat je die key voor nodig hebt. Daarom is dat een inventory spot in ons inventory. We gaan verder met de clue doen. Dat is de Remington clue. Dat we Remington gaan. Zoals je ziet hier op mijn scherm ook, het is nu nog 50 minuten tot die andere clue verdwijnt van de grond. Nu, als je die oppakt en redropt, reset die timer zich. Dat moet je wel weten. Dus als je denkt, ik kom short on time, dan kan ik dat doen. En zoals je ziet, hebben we hier gewoon al de eerste casket. Dus dat is al. Wat ik dan doe, is met een Maxcape doen. Ik ga terug naar de Crafting Guild, want dat is de dichtste manier bij een bank. En ik kan gewoon mijn volgende medium clue oppakken. En zo aan. Dat is eigenlijk mijn guide voor medium clue scrolls. Ik hoop dat ik alles goed uitgelegd heb. Als dat niet zo is, of je zit nog met vragen, comment zeker hier gewoon beneden in de comments, waar dat ik altijd zal replyen op jullie antwoorden, vragen, of zelf gewoon tips dat jullie hebben. Nu, ik stream ook op Twitch elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag om 6:30 tot 10:30 ongeveer. En die link naar mijn Twitch gaat ook gewoon in mijn bio staan hier beneden. Dus als je wilt, kun je altijd followen. En ik hoop jullie gewoon live te zien. En ik hoop vooral dat deze guide jullie ook gewoon geholpen heeft om efficiënt clues te doen. Nu bedank ik jullie allemaal nog om het kijken. En ik zie jullie graag een keer live in mijn Twitch stream of in de volgende YouTube video. Salut!